Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.com en bitcoinmeester.nl. Ja Robin, daar zijn we weer. Yes, tijdje niet samen op de podcast geweest hè? Nee, ja, gelukkig deed dat hartstikke leuk. En nou ja, wie weet komt die TCT weer als speciale gast terug. Maar ja, voorlopig doen we het even met z'n tweetjes. Laten we gelijk met de Clark Moody Bitcoin Dashboard beginnen. Yes. We zien dat de prijs nog steeds tegen die $12.000 aanhikt. Ja, goed. Vanochtend zei onze analist John Vermeer dat dat misschien voorlopig ook nog wel zo blijft. Dus dat gaan we dan nog eventjes aanzien. Maar ja, die 12.000, dat blijft een beetje een level om in de gaten te houden. Dus ja, gaan we door naar sats per dollar. Dan zitten we op de 8400 sats per dollar. Dus, oké. Ja, ik had toevallig gisteren, vroeg iemand in de Telegram chat van ja, welke coins moet ik kopen om miljonair te worden? Toen ik even kijken, nou, het kost ongeveer €100 voor, 1 miljoen satoshis. Dus wil je miljonair worden, dan kan je voor €100 een satoshi miljonair worden. Kijk. Ja, nou precies. Wie weet, hè, dat als die sat ooit dan $1 waard wordt, dan, ja. Dan ben je ook in het oude fiat wereld ben je dan ook miljonair. Dat moeten we altijd dan, natuurlijk wel even erbij zeggen. Dan nemen we dit op met een gouden microfoon. Net als Lee Towers, zeg maar. Ja, jij hebt €100 in bitcoin, begrijp ik? Daar doe ik geen uitspraken over, maar, die kans is groot. Oké. Nou, ik weet niet of de kans groot is dat bitcoin ooit naar naar $1 gaat. Maar goed, de dollar doet zijn best, zullen we maar zeggen. Yes. Kijk, die market cap die zit nog steeds rond $219 miljard. Sommigen zeggen, ik hoorde vanochtend Jack Mellers zeggen in een podcast bij Pieter McCormack dat hij de komende 18 maanden gaat die market cap toch wel richting de duizend miljard. Trillion. Ja. Hè, de trillion in het Amerikaans. Is natuurlijk ook een beetje, als je in die Bitcoin wereld zit en je wil je podcast een beetje opleuken, dan roep je dat soort dingen. Ja, maar goed, misschien kunnen we dan gelijk door met het eerste nieuwtje. Ja, laten we dat doen, want de tekenen zijn er wel dat er meer vraag is en komt. Precies, want eigenlijk het nieuws van de week was toch die MicroStrategy. Ik had nog nooit gehoord van het bedrijf, maar het is eigenlijk een soort cloud, laten we het een soort Oracle noemen. Of een SAP, het is gewoon een IT-dienstverlener. Een techbedrijf. Een techbedrijf, zoals dat dan mooi heet. Maar die heeft dus $250 miljoen van haar cash in bitcoin gestoken. Als zijnde spaargeld, hè, reserves op de balans. Dus dat is wel toch wel nieuws. Dus volgens mij de eerste die dat doet. Ja, zeker op deze manier. Hè? Want je hebt natuurlijk al best wel wat voorbeelden van partijen die bijvoorbeeld met Wall Street te maken hebben, die Bitcoin fondsen aanbieden, zoals Grayscale. Die kopen Bitcoin en je kunt een aandeel kopen in een fonds. Maar dit is specifiek gericht op het echt als spaarmiddel gebruiken van Bitcoin. Dus niet per se om de klanten te pleasen of zo. Maar puur Bitcoin gebruiken als oppotmiddel in plaats van de dollar die sowieso in waarde afneemt. Ja, ze zijn natuurlijk ook geen finance bedrijf. Hè? Dus ze zijn echt een beursgenoteerd bedrijf. En in dit geval kunnen we ook gewoon zien, hè, dat in de volgende rapportage van dit bedrijf zal staan dat er zoveel bitcoin op de balans staat. En dat is wel geinig. Ja, het is vooral, kijk, dat soort bedrijven kunnen er ook voor kiezen om die miljoenen in startups te stoppen, weet je wel. Een paar patenten opkopen, weet ik het, voor dingen. Maar ze kiezen er bewust voor om ook bitcoin te gebruiken. Ja, mooi nieuws. Dus, bitcoin is slecht voor startups, dus. Mooie kop, ja. Ja, het is wel een opmerkelijk verhaal, want Michael Saylor, dat is de CEO van MicroStrategy, die stuurde in 2013 nog een tweetje de wereld in dat Bitcoin wel doodverklaard kon worden. Bitcoin days are numbered. It seems like just a matter of time before it suffers the same fate as online gambling. Nou, volgens mij is online gambling ook nog steeds best wel groot, maar dat terzijde. Ja, hij is eigenlijk op zijn uitspraken teruggekomen. Niet publiekelijk of zo, maar als jij als CEO van het bedrijf bij het bedrijf zit dat 250 miljoen in bitcoin stopt, dan kun je wel zeggen dat je er niet van uitgaat dat bitcoin snel doodgaat.
Ja, had hij er toen met 250 miljoen in gestopt. Maar ja, ergens makkelijk lullen. Want dat was zeg maar rond die eerste piek richten even boven de $1000. Mm-hmm. En toen hij dat tweet op 19 december 2013 was, dat stond de prijs rond $690. Dus dat was even een dalingje geweest. En toevallig rond die tijd had ik iemand waarmee ik vroeger was naar Feyenoord ging. En die was ook met Bitcoin mining bezig. Dat was de allereerste keer dat ik ervan hoorde, zeg maar. Mm. Toen was ik er totaal zelf nog niet mee bezig. En toen zag ik het ook niet. Dus het is niet zo dat wij het nu kwalijk moeten nemen dat hij het toen verkeerd zag. Maar het is wel leuk. Ik vind dat altijd grappig dat iemand toch terugkomt op zijn eerdere uitspraken met betrekking tot Bitcoin. Ja, en misschien zijn ze nog steeds wel vroeg. Hè? En al gelijk dan die $250 miljoen erin. Dat is natuurlijk ook wel echt wel fors. Nou, de reden die ze aangeven is inderdaad de geldontwaarding. Hè? De geldontwaarding. De dollar wordt gewoon minder waard. Ja. En Bitcoin is gewoon een middel om je kapitaal een soort van veilig te stellen. Nou, je weet wat je krijgt. Hè? Je weet wat je hebt. Ja, als jij, ze hebben in dit geval ruim 21.000 Bitcoin gekocht. Je weet dat dat voor altijd hetzelfde onderdeel blijft van die 21 miljoen. Dus je weet wat je marktaandeel is, zeg maar. Dat is je koopt een stukje in het netwerk, het meest veilige netwerk ter wereld. Dat is best wel kijk, waard. Ik vind het altijd lastig om te zeggen van zekerheid, want voor mij is dat wel zo. Maar als je niet vertrouwt op dat Bitcoin gaat doen wat het eventueel kan doen, ja, dan is het niet per se een zekerheidje natuurlijk. Het brengt altijd een risico met zich mee. Sowieso, ja, kijk. Alleen, is de dollar een zekerheidje? Kun je dan ook natuurlijk... Nee, maar... Precies, dat is het hele ding. Wat natuurlijk wel met Bitcoin is dat het nog een vrij kleine asset is. Daardoor is die volatiliteit vrij hoog. Maar naar verwachting gaat het ook op de duur wel minder worden. Ja, tenminste, je ziet het natuurlijk ook bij het grote kleine broertje nu bij goud, die eigenlijk in alle valuta langzaamaan de all-time highs bereikt. Dus er zijn gewoon... Er is vraag naar manieren om je kapitaal veilig te stellen of je vermogen veilig te stellen. Ja Warren Buffett. Warren Buffett die maakt ook een ommezwaai naar goud. Dat is toch wel echt wel een signaal dat die safe haven assets in trek zijn. Kijk, ze hebben natuurlijk heel lang nu die aandelen zitten pompen sinds, maart, april. Is het niet sinds altijd, maar nu eviger dan ooit misschien? Ja, misschien wel, ja. Het is niet zo dat AIX nou ineens een hoogterecord heeft, maar het is wel hard op weg om, een soort van eerdere verliezen weer, weer goed te maken. Ik heb niet echt het idee dat de aandelenmarkt nog weer spiegelt van hoe het er in de echte wereld aan toe gaat, maar dat kan aan mij liggen. Ik denk dat jij dat goed hebt, Robin. Dat, Nee, maar goed, tegelijkertijd is Bitcoin profiteert natuurlijk ook door die gelddrukkerij. Want ja, goed. Dat is het hele idee. Van als jij je geld of je werk dat je levert voor geld niet wil stoppen in een systeem waar constant nieuw geld bij komt tegen wie dat bepaalt, weten we eigenlijk niet eens precies. Of je steekt wat van je tijd en geld in Bitcoin, zodat je in ieder geval weet wat je hebt op het Bitcoin-netwerk. Dat is natuurlijk het hele idee. Van er is een stortvloed aan fiat-valuta dat constant wordt bijgedrukt, dat constant opnieuw gecreëerd wordt vanuit leningen en weet ik het allemaal voor gekkigheid. Mm-hmm. En Bitcoin biedt daar inderdaad een alternatief voor. Dat is het. Dat is eigenlijk het hele idee. Ja, ik bedoel eigenlijk meer, kijk, er is natuurlijk door de Federal Reserve iets van 4000 miljard bijgedrukt sinds de coronacrisis. Yes. Dus een nieuw record. En een deel van die 4000 miljard gaat ook naar Bitcoin, dat wil ik alleen maar zeggen. Ja, nee, zeker. Als Bitcoin nu niet qua grote stappen maakt, dan misschien wel helemaal nooit. In deze gekke tijden. Ja, doen we toch even een prijsuitspraakje. Want vorige keer hadden Klukluk en niet zoiets van, hadden we zoiets van, nou ja, dit jaar gaat hij toch door de $20.000 heen. Durf jij je eraan te wagen? Nee, ik doe die uitspraken gewoon niet. Maar wat ik wel doe, is elke maand gewoon netjes sparen in Bitcoin. Dus ik ga er wel vanuit dat het in ieder geval meer waard is in euro's dan... over een tijdje dan dat het nu is. Laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja, dan een euro waard zou zijn. Ja. Mijn euro wordt sowieso minder brood waard. Laat ik het zo zeggen dan. Ja, en minder huis. Ja, en minder huis. Minder verzekering. Minder pensioen. Minder alles. De MicroStrategy staat niet alleen. Hè. Je had dit weekend ook een bericht gemaakt over... de Wall Street veteraan George Ball. Ja, ik had er nooit van gehoord, maar hij is in ieder geval de CEO van Prudential Securities.
En die zitten ook op een berg geld. Daar word je echt... hij was CEO daarvan. Dus hij was het bedrijf. Ja. En hij is nu bestuurslid van Sanders Morris Harris. Een dienstverlener, een financiële dienstverlener. Dat maakt misschien niet zoveel uit, maar hij staat te boek als gewoon een Wall Street veteraan. Iemand die daar al sinds de jaren 70 rondloopt. En hij is ook om. Hij heeft zoiets van Bitcoin. Dat is interessant, want de regeringen kunnen niet... regeringen en centrale banken kunnen niet voor eeuwig de economie stimuleren, zegt hij. Ja. Ja, het is niet de typische Bitcoin-belegger. Dat is toch een beetje de zoomer of de millennial die een beetje met dark web geld zit. Ja, maar misschien is dit in die trend, is dat, als je het dan hebt over safe haven en dat steeds meer resoneert met mensen van, oh ja, er is dus een vorm van geld, wat je dan accepteert dat Bitcoin dat is. Er is dan een klein stapje te maken naar Bitcoin. Zeker met gasten die gewoon een vermogen hebben waar je eng van wordt en er toch iets mee willen doen. Buiten dat ze al een Picasso hebben staan of liggen en weet ik het allemaal. Ja, het is een opmerkelijke stap. Het is een grote stap, want je zou zeggen, oké, hij zal vast dan ook iets in edelmetalen hebben. Want dat is een beetje de logische stap. Maar ja, hij maakt gelijk de stap naar Bitcoin. Het is ook wel een beetje afwachten, wat steekt hij nu in Bitcoin? Weet je wel, is het nou, gaat hij de $100 in steken of gelijk 100 miljoen? Maar dat weten we niet. Het is meer de trend dat het nu ook in, hoe moet ik dat noemen, in die groep van mensen ook normaal is om in ieder geval te zeggen dat je ook naar Bitcoin kijkt. Dat was een paar jaar geleden ook niet het geval. En dat is ook al een interessante trend, dat er dus mensen zijn, of het nou oprecht is of hoe je het ook wilt noemen, er zijn in ieder geval mensen die hun naam willen koppelen aan Bitcoin. Publiekelijk. Ja, het past helemaal in die analogie, hè, die ook Plan B heeft gemaakt van stock to flow en eigenlijk de positie, of die cross-asset model, dat op dit moment is het echt de store of value Bitcoin. Ja. Voor in ieder geval deze groep mensen, zou ik het zo zeggen. Voor anderen is het ook weer een betaalmiddel. Maar... Dit is ook weer iemand die eerst zei van... Bitcoin is niet voor mij. Ik vind het geen goed idee. Hij zei dat overigens allemaal in een interview met Reuters. En hij noemt eigenlijk dus voornamelijk gewoon in dit geval de ingrijpen van het Amerikaanse overheid en de centrale bank dus. Met overvloed aan nieuwe dollars en beschikbaarheid, liquiditeit voor allerlei partijen. En blijkbaar opent dat dus toch ogen, ondanks dat iedereen weet dat eigenlijk wel, dat zeker de Amerikanen daartoe in staat zijn. En nu is het gewoon live allemaal te zien. Ja, dus misschien kunnen we voorzichtig concluderen dat in ieder geval die coronacrisis bij een aantal van dit soort zwaargewicht uit Wall Street een soort van oog heeft geopend of zo. Dat ze toch denken van de politiek, ik heb er steeds minder vertrouwen in. Ze drukken alleen maar geld bij. Ik zit op een berg met geld, maar ik weet echt niet wat ik ermee aan moet. Ja. Wat voor opties heb ik? Ik kan het niet meer in stenen steken, want er zit ook heel veel bubbels in. Ja. Nee, je wordt gezocht naar alternatieven. En ik denk dat dit alleen nog maar... want je hebt op van allerlei aspecten heb je dat nu. Je hebt dan van die oldschool Wall Street gasten. Je hebt zelfs bedrijven die gewoon beursgenoteerd zijn, die nu een deel van hun spaargeld in Bitcoin stoppen. En aan de andere kant heb je bijvoorbeeld landen als Iran, die echt bezig zijn om op dat gebied hun mining ding op orde te krijgen, om daar Bitcoin mee te verdienen. Dus er zijn allerlei kleine dingetjes aan de gang, waarin je gewoon ziet dat Bitcoin in ieder geval voorlopig flink wat interesse genereert. Ja, wat je nu noemt van Iran, dat is eigenlijk fase 5. Hè? Dat crash asset model van plan B. En dat gaat dus, dan krijgt Bitcoin meer geopolitieke waarde. Ja. En we zitten nu een soort tussenfase tussen 4 en 5 misschien. Ik denk niet dat landen überhaupt en ook landen als Iran niet zoiets hebben van... ik wil graag bijdragen aan het grote, mooie, open Bitcoin netwerk. Ik denk dat dat gewoon puur gaat inderdaad om politiek spel. Al dan niet met winstoogmerk, zeg maar, vanuit het mijnen en zo. Ja, het is misschien de nieuwe olie. We gaan het zien. Het is in ieder geval, we zien gewoon dat... We zagen ook die populaire influencer Mark Portnoy. Hij is oprichter van Barstool Sports. Dat is een populaire sportplatform. Dat filmpje met de Winklevoss Brothers, dat hebben we al verschillende malen gezien in de verschillende chats en zo. Ja, ik was er niet echt fan van. Nou, het is heel Amerikaans en het is gewoon... Yeah. Hij steekt toch even real-time, dan koopt hij voor 2 ton bitcoin en voor $50.000 ook nog.
een andere munt, Chainlink. Andere troep, ja. Voor mij was het 25 uit mijn hoofd. Of 20. Maar in ieder geval, de grootste voor 2 ton aan Bitcoin en dan nog een beetje Link. En dat vind ik behoorlijk Link. Hahaha. Maar ik vind het, dit is ook weer zoiets. Gewoon iemand die zich nu koppelt aan Bitcoin, omdat hij ook gewoon door heeft. Zeker op Twitter. Het genereert zoveel bereik binnen Bitcoin Twitter. Iedereen volgt hem nu, retweet het. Iedereen vindt het altijd geweldig als een groot iemand, een bekend iemand, zich uitspreekt voor Bitcoin of überhaupt zegt van, hey, ik vind Bitcoin interessant. Zagen we dit jaar met J.K. Rowling bijvoorbeeld. Ja, maar denk je dat het voor hem ook een soort, het is ook wel een PR-stunt natuurlijk. Ja, kijk, als jij, want hij is gewoon een handelaar die veel geld daarmee verdient. En een grote following heeft en daar via socials zijn bereik mee vergroot, et cetera. Kan die weer dingen waarschijnlijk ook producten verkopen, wat hij ook doet, ik weet niet precies. Ja. Het is eigenlijk een goede match, want één, de social media van Bitcoin, die zitten altijd te snakken voor nieuwe invloedrijke Bitcoiners. En hij genereert hier bereik mee en misschien gaat hij er ook wel grote winsten mee maken. Ja, hij behoort bij het Bitcoin kamp, kun je zeggen. De Bitcoin ja, believers. Nou, ik weet niet hoe dat... Ik denk wel dat hij echt nog meer gewoon het ziet als... als investering. Ik denk niet dat hij nu al helemaal bezig is met... kan de dollar niet meer bijgedrukt worden als we gewoon... Of wordt de valuta niet meer bijgedrukt als we Bitcoin als valuta gebruiken en dat soort dingen. Ik denk niet dat hij daar al zit. Ja. Als ik naar die video's kijk, misschien wel. Want hij speelt natuurlijk ook gewoon een rol in die video's. Nou, in die video's lijkt hij af en toe een beetje alsof hij niet helemaal goed is. Ja, klopt. Terwijl hij weet uit allerlei markten weet ik het hoeveel miljoenen te trekken. Dus hij doet in ieder geval iets goed. Ja, wat ik ook denk. Hè, het wordt natuurlijk al op de duur... Ja, besmettelijk is natuurlijk een raar woord in deze context. Maar Bitcoin wordt ook besmettelijk. Alleen ik dacht wel... Dat is even een brainwave nu. Dat je hebt natuurlijk wel iets meer minder social gatherings. Hè. Je hebt natuurlijk minder events. Misschien minder feestjes. Hangt een beetje af waar je wat voor... community je zit, maar het gaat heel veel word of mouth natuurlijk. Kijk, als zo'n gozer zegt van, joh, stel Bitcoin gaat ineens 10% omhoog, dan heeft hij $20.000 verdiend. Ja. En dan gaat hij dat wel tegen zijn vriendjes zeggen en die gaan dan ook weer geld in steken. Zo werkt het natuurlijk ook met die andere dude. En zo werkt het ook met MicroStrategy. Andere, dus het op de duur wordt het wel een soort sneeuwbaleffect. Ja, je kijkt naar elkaar, hè, van als iemand er heel enthousiast over is, die je vertrouwt of die je volgt, dan ga je in ieder geval een deel van dat publiek gaat eventjes kijken. Zo werkt het gewoon überhaupt. Met alles. Denk... Ja, je merkte ook, merk jij misschien ook wel, dat je met vrienden en familie, dat men ook wel gewoon kritischer wordt op dat geld wat we nu hebben en ook het systeem wat we nu hebben. En... Ja, nou zeker als het dan dus... dan denk je van, oh, het wordt gecreëerd of het wordt zomaar ergens vandaan getoverd. En waar wordt het dan vervolgens naartoe gestort, weet je wel? Net als, voor mij, ik weet niet of het al eerder over hebt, met KLM, dat er een miljarden naartoe gaan. Dat steekt mensen. Even buiten de discussie of dat nou terecht is of onterecht. Mensen hebben zoiets van, er gaan miljarden daarheen. Waarom gaat dat alleen naar KLM? En dan kom je er dus achter van, nou, misschien komt dat omdat het geldsysteem wat we hebben ervoor zorgt dat overheden dit kunnen doen. En hoe zou je dat eventueel op kunnen lossen? Dan kun je naar goud of Bitcoin. Ja, het gaat weliswaar om leningen, maar het is natuurlijk wel een hele grote lening van 3,4 miljard euro. Ja. Dus best wel dat je denkt, weet je kunt ook aan andere sectoren wat uitlenen. Of ik ken eigenlijk ook niemand die met KLM vliegt. Dus nee, kijk, ik heb daar heel erg mee van, als dat bedrijf vliegt, gaat het heel vervelend en zo. Maar daar stapt toch wel een andere vliegtuigmaatschappij in als de vluchten nog gevlogen moeten worden vanaf Schiphol. Ja, ik heb er ook helemaal geen soort van nationale trots of zo, wat er altijd aan gekoppeld wordt. Helemaal niet. Maar ik denk dat soort onderwerpen daar nu wel steeds meer inderdaad op verjaardagen, voor zover die er zijn, al is het via Zoom of via Skype, steeds meer voorbij komen. En dan de volgende stap is dat je dus inderdaad gaat kijken van, nou, misschien is Bitcoin dan wel interessant voor jou. Precies. Dus kijk, eigenlijk heeft de coronacrisis ook duidelijk gemaakt inderdaad hoe het systeem werkt. Hè, dat Booking.com zoveel miljoenen kreeg en er tegelijkertijd zoveel mensen uit moeten met allerlei, weet je wel. Dus, en dat wil niet zeggen dat Bitcoin dat allemaal oplost, hè? Maar het zorgt er in ieder geval voor dat er niemand bovenaan de knop zit
waar het geld, die bepaalt waar het geld naartoe gaat. En die bepaalt hoe de geldstromen lopen. Dat is eigenlijk het argument. Ja, nou ja, het is ook meer van... Het ruist toch ook gewoon in tegen gewoon zuinig doen. En een low time preference. En als overheid... als een overheid gewoon bijna geen voorwaarden stelt aan zulke miljarden leningen. Ja. Of miljoenen leningen. Maar goed, dat is dus gewoon gratis geld. Ja. En nou ja, goed, de grote vraag is natuurlijk, maar goed, dat hebben we al een aantal keer. Waar komt dat dan terecht? Hè? Dus waar dat is een beetje, Bitcoin kan het op een andere manier doen, zeg maar. Dat is eigenlijk de conclusie. Die stap is nog wel, vind ik altijd moeilijk in gesprekken. Want mensen zien wel dat de dingen verkeerd zijn. Maar als je niet een beetje weet hoe Bitcoin werkt, dan is het ook niet zo dat je gelijk aan Bitcoin ziet van, oh, dat is sowieso de oplossing of wat dan ook. Of van, hier ga ik mijn geld in stoppen. Nee, maar het, dat het duurt wel even. Nee, ik zie het persoonlijk ook niet per se als een als iets wat er in de plaats komt. We hebben nou eenmaal te maken met dit systeem. En zolang dit systeem werkt alleen, het kan juist ook een hele goede spiegel zijn van, joh, zo kan het ook. Zo kun je ook met je geld omgaan. Precies. Ja, en heb je de keuze, hè? Dat is eigenlijk, als jij, voor mij in ieder geval, als je nu, als Nederland nu met een nieuwe valuta komt, of Europa, of de wereld van mijn part, dan moet dat dan voor mij interessantere voorwaarden hebben dan Bitcoin. Nou, succes. Ja, dat. Maar ook gewoon het continu creëren van bubbels. Ja, maar dat heeft daarmee te maken. Ja. Kijk, als de grootste attack factor voor Bitcoin is eigenlijk als landen gewoon teruggaan naar een goudstandaard en normaal met schulden en zo omgaan. Maar dat zit er natuurlijk niet in. Nee, goed, misschien dat op den duur, hè, volgens mij Willem Middelkoop dat ooit gezegd had, dat er op den duur een grote schuldsanering aankomt. Hè, dat ze op den duur zeggen, ja goed, we hebben zoveel schuld. De big reset. Precies, en dat kunnen we dan ook bewijzen van, dat doen we ook met een pennenstreek. En dan hebben we ineens die schulden hebben we niet meer. Het is gewoon, ik bedoel, als jij, nou goed, dat dwaal ik heel even af, maar kijk, ik zie op de vastgoedmarkt ook gewoon pandjes en die staan al jaren leeg. En die worden nu ineens, hoe zal ik het zeggen? Ik bedoel, die worden nu ook ineens, in de boeken staat er niks van terug. Want die huren gaan voorlopig niet dalen. Nee. Want voor de boeken maakt het niet uit. In de boekwaarde is het gewoon hetzelfde. Terwijl de markt er heel anders is. Ja goed, dat geldt natuurlijk ook voor aandelen en zo. Maar goed, inderdaad, Bitcoin zorgt ervoor dat dit soort dingen gewoon wel transparanter zijn. Je hebt een soort voorspelbaarheid, hè? Want we weten elke 10 minuten is er een blok met zoveel Bitcoin. Daar wordt niet aan gemorreld. Dat zijn vaste regels. Er zit geen politiek tussen. Het is gewoon code. Het is wel, code. Misschien wel politiek. Mensen bepalen, wij bepalen met z'n allen zelf wat voor code erin zit. Ja, zo'n soort politiek. Ja, maar qua protocolniveau inderdaad niet. Dit zijn gewoon de regels en die volg je. En anders dan wijk je af van het netwerk en ben je op een ander netwerk bezig. Nee, maar het is niet zover dat je bestaande partijen, politieke partijen hebt die dan een afvaardiging hebben en die dan Nee, laat gelukkig niet. Hè. Dat hebben we toen met SegWit 2x gezien. Dat toen de miners stelden zoiets van, wij willen deze regels. En een hele grote groep noders hadden zoiets van, nee, wij willen deze regels. En toen hebben de noders uiteindelijk gewonnen. Even kort samengevat. Dus het is nog niet zo dat een bepaalde partij gelukkig dat op protocolniveau doorheen kunnen drukken. Ja. Maar goed, ik vind het wel gewoon, om het even samen te vatten, het is gewoon weer reclame voor Bitcoin. Stoelpresidenten die eventjes een reclamespotje doet voor Bitcoin eigenlijk. Ah, prima. Precies. En dat zijn ook wel vaak jongens, en dan maken we gelijk een brugje, die inderdaad de weg naar de futuremarkten weten te vinden. We hebben, als je kijkt wat er afgelopen maand aan open interest aan openstaande futures is bijgekomen, ja, dat is toch wel substantieel. In juli zaten we bij CME, toch wel eigenlijk de belangrijkste gereguleerde beurs. We hebben het niet over casino's zoals BitMEX en Binance. Dat zijn toch Dit is een gereguleerd casino. Ja, precies.
daar is zeg maar de volume is verdubbeld. Moet ik even de precieze cijfers. Maar volgens mij ging het uit mijn hoofd over 365 miljoen aan papieren bitcoin in juli. En nu zitten we al boven de 800 miljoen aan papieren bitcoin. 841 miljoen bitcoin aan open interest begin deze week. Of begin vorige week is dat dan dus. Precies, precies. Nou ja, dat tikt aardig aan. Ja. En je ziet dat er in totaal zitten we nu op de ruim 5 miljard aan open future contracten. Maar even voor de goede orde, future is een koopcontract, wat de naam al verklapt voor in de toekomst. Ja, je speculeert gewoon op de toekomstige prijs van Bitcoin. Het kan natuurlijk lager of hogere prijs zijn. Je ziet dat miners vaak zo'n contract kopen om toch een bepaalde zekerheid te hebben over. Want eigenlijk klikt eigenlijk je Bitcoin vast. Ja, ze doen het als hedge ook, hè? Van oké, we profiteren heel erg als de Bitcoin-koers omhoog gaat. Want dan minen we in dollars en dus in omzet meer. Maar als de koers flink daalt, dan heeft een bedrijf daar last van. Zeker als je alleen maar je inkomsten baseert op alleen Bitcoin-minen. Dus wat ze dan kunnen doen, is dus short gaan op de koers, zodat als de prijs daalt, dat ze in ieder geval iets er nog aan verdienen. Precies. En voor zover, ik weet niet precies wat nu de verdeling long en short is, maar volgens mij is het over het algemeen nog wel vrij optimistisch in de markt. Je ziet dat de hash rate ook weer gestegen is. Vaak is dat wel een teken. Het is nooit echt een bewezen verband, maar je ziet wel dat het vaak een teken is. Op het moment dat miners zeg maar machines gaan bijplaatsen, dat in ieder geval een gezond signaal is. Want dat betekent dat zij denken dat de bitcoinprijs gaat stijgen. Want ja, je moet toch die machines bijplaatsen. Ja, of gaat stijgen in ieder geval dat die business voor de toekomst, voor zolang die hardware relevant is, in ieder geval winstgevend kan zijn. Oftewel vertrouwen inderdaad in de bitcoinkoers. Ja, het is gewoon een rationele actie, hè? Rationele actietheorie. Dus als je daarvan uitgaat dat miners rationeel zijn. Nou, dat de markt in het geheel zich daaraan kan aanpassen, dat beter in kan schatten dan wij van buitenaf, zeg maar. Natuurlijk zitten er dan partijen tussen die een miskleun maken en de verkeerde miners bestellen of weet ik veel wat. Die heb je altijd. Maar over het hele ding genomen, dat is inderdaad die theorie, dat de markt uiteindelijk de oplossing wel vindt en de waarde het best kan bepalen. Ja. Maar laten we gewoon ook een stapje naar Nederland maken, want we horen heel weinig, hè? We horen heel weinig van. Het lijkt erop alsof onze institutionele beleggers, onze pensioenfondsen, verzekeraars, dat die gewoon nog steeds aan het wedden zijn op aandelen. Ja. Ja, is het al mogelijk in Nederland om bij een pensioenfonds ergens te zitten die een aandeel koopt in de Grayscale fonds of zoiets? Voor zover ik weet niet. Ik weet dat inderdaad de ING is dus bezig om. Hebben ze maar goed. Dat moeten we even de laatste status een beetje bij ze navragen. Ja. Die wilde Bitcoin gaan opslaan. Maar ja, dat is dan gewoon een custody service voor Achmea bijvoorbeeld. Of voor de verzekeringstak voor Nationaal Nederland. Het Nationaal Nederland van ING. Ja, dat zijn wel de eerste stapjes naar de mogelijkheid om dat überhaupt te kunnen faciliteren natuurlijk in een land. Nou ja, dan zou je verwachten dat er ook in Nederland, maar ik begrijp dat tussen institutioneel en goud was ook al een soort van, daar stak op de duur de DNB een stokje voor. Dus er zit wel volgens mij zitten er bepaalde grenzen aan wat je als pensioenfonds in goud mag hebben überhaupt. Precies, precies. Want de Nederlandse bank die speelt ook op die markt mee. Maar die is tegelijkertijd nog, staan wel in de top 10 van gerapporteerde goudvoorraad. Ja, en ze zijn zelf ook belanghebbenden, terwijl ze ook belanghebbenden zijn qua regulering. Dus dat zijn wat dat betreft wel twee petten op. Dat is hetzelfde als dat zij nu toezicht gaan houden op alle bitcoinbedrijven in Nederland. Als je het puur pad slaat, bitcoin, dan is dat echt een aanval op de centrale banken. Op de manier hoe zij met geld omgaan, hoe zij geld creëren. Mm-hmm. En zij moeten dan het overzicht houden over de industrie in ons land. Dat is toch tot compleet verschillende belangen. Zeker, dat zijn zeker geen, hoe zal ik het netjes formuleren, dat zijn in ieder geval verstrengelde belangen, inderdaad. Ja. Dat is geen zuiver relatie. Nee, ja, goed, dat is even een side dingetje, maar dat is belangrijk voor eventueel bedrijven in Nederland die zich hier willen vestigen. Want je hebt dus te maken met centrale bank.
Je moet je registreren bij de Centrale Bank. Nou, dat duurt minstens 6 weken. We verwachten in november een lijst met aanbieders in Nederland die door dat registratieproces zijn heen gekomen. Weet jij dat, Wessel, als je nu als je door de licentiecommissie en alles komt en je hebt dat papiertje, zeg maar, je bent goedgekeurd, mag je dan dus ook Bitcoin Custody Services aanbieden? Of is dat weer een apart traject? Volgens mij is dat wel zo. Ja, dat hangt natuurlijk wel... Kijk, ik denk het wel, want in principe een broker of een exchange houdt ook al Bitcoin vast. Ja, en dan even ervan uitgaan dat je dus ook de juiste financiële producten rondom Bitcoin aanbiedt. Hè? Je kan niet zomaar in één keer alles aanbieden, maar binnen de regels dan zou dat mogelijk moeten zijn. Ja, goed, dat is even een aanname. Maar goed, een van de kenmerken. Ik neem aan dat een DNB wel gaat controleren hoe die cryptovaluta, die crypto's, worden opgeslagen. Ja. Klote woord ook eigenlijk, hè? Ja, de minister Hoekstra die zegt altijd crypto's. Ja, maar het is eigenlijk dus wachten op de lijst die dan in november waarschijnlijk gepubliceerd wordt van de partijen die door de keuring zijn gekomen. En als daar een bank op staat, dan kunnen we ervan uitgaan dat er custody services aankomen in Nederland. Precies, precies. En we verwachten ook wel de nodige buitenlandse partijen, toch, Robin? Ik bedoel, Binance. Ja, dat moet wel. Die zijn ook actief aan het recruteren voor allerlei functies in Nederland. Ja, Binance heeft iets van 10 tot 15 functies openstaan in Nederland. Dus die zich geroepen voelt. Ja, mocht je aan het casino mee willen doen en het van binnenuit bekijken, dan moet je maar eens even googlen. Heb je bijvoorbeeld ervaring bij Holland Casino, dan kun je altijd terecht bij Binance. Precies. Maar even kijken. Nou ja, het is eigenlijk samengevat. Ja, eigenlijk het narratief van 2018 was van... de institutioneel geld komt eraan. En eigenlijk, of 2019 was dat. En in 2020 wordt het eigenlijk een beetje gecatupeerd door corona, lijkt het wel. Door de wereldwijde crisis natuurlijk. Ja, en dat is voor mij wel een beetje het verhaal van 2020. Het lijkt erop alsof het toch weer sneller komt dan ik dacht. Ja, je ziet het dus gewoon, of dat nou de futures zijn of partijen die dus Bitcoin kopen, whatever. Dat zijn allemaal trends en grote handelaren die eigenlijk nog nooit wat Bitcoin hebben gedaan, ineens hun merk er toch aan willen verbinden, al is het maar voor eventjes. Dat zijn allerlei trends waarin je ziet dat er in verschillende gebieden of verschillende kringen Bitcoin steeds meer genoemd wordt. En dat zorgt voor meer interesse. En of dat nou komt vanuit winstbejag of uiteindelijk een soort van filosofisch iets van ik vind dat geld niet bij de staat hoort te liggen. Dat komt meestal later dan eerst de dollartekens in je ogen. Want iedereen heeft nog steeds dollartekens in hun ogen. De meeste, laat ik zo zeggen. Klopt, klopt. Heb ik ook nog wel eens. Ja, ja hoor. Zal ik niet wat kennen. Bitcoin logo's. Ja. Maar inderdaad, nou we het over custody hebben. Coinbase. Coinbase is nou niet de meest favoriete exchange op de redactie. Maar goed. Ze gaan ook ruim 900.000 bitcoin in kas van klanten dus. Ja, ze zijn in ieder geval voor een place to go. Hè. Ze, voor heel veel partijen van oudsher. Ook, ik denk ook wel de nodige Amerikaanse investeerders. Ik heb ook wel eens een paar bitcoins opgekocht. Dat was een paar bitcoins voor mij. Nou, voor een paar euro's aan bitcoin gekocht. Oké, okay, okay. Nog voor 2017 toch? Ja, dat wel. Ja, oké. Okay. Maar ze gaan nu leningen aanbieden. Dat betekent eigenlijk dat je hebt bitcoin. Stel, je hebt 1 bitcoin. Hè? Die zet je daar neer. Dan krijg je de rente op. Zij gaan natuurlijk met die bitcoin. Gaan zij weer handelen? Nee. Het is een ander product. Het zijn cash loans eigenlijk. Dus je stort je bitcoin. Stel dat je daarvoor $20.000, dat is de limiet, aan bitcoin stort. Dan mag je daarvan 30% lenen. Ja, in dollars. Dus laten we van een bitcoinprijs uitgaan van 10.000, even voor het makkelijke rekenen. Als je $10.000 aan bitcoin stort, dan mag je daar 30%, dus $3.000 mag je daarvan lenen. Dat leent Coinbase jou. Het onderpand is dus de bitcoin. Die blijven staan bij Coinbase en jij mag 30% lenen. En dan mag je ook nog eens, als je daarmee akkoord gaat, 8% rente over betalen per jaar. Oftewel, als jij even snel geld nodig hebt en je stort daar je bitcoin om even snel wat cash te krijgen, dan kun je tegen 30% van die waarde je bitcoin uitlenen.
En dan kun je weer nieuwe Bitcoin kopen, toch? Ja, precies. Ja. DeFi. Ja, nee, dat is dus. Ja, dit is gewoon een klassiek, gewoon toch eigenlijk van wat banken altijd al deden, maar nu met Bitcoin. Ja. Nee, maar daar wilde ik ook wel mee beginnen. Want ze zeggen er niet bij, wat doen ze met die Bitcoin? Ik geef jou 1 Bitcoin. Ja. Zij gaan natuurlijk met die Bitcoin ook weer handelen. Ja, dat moet haast wel. En dat wordt risky hoor, dat is echt een rare business dan. Dus dat is eigenlijk bankje spelen. Banken doen niet anders natuurlijk. Ja. En, nee, maar dit zijn dus ook leningen niet voor een hypotheek of zo. Want het maximumbedrag is dus ook $20.000. Maximaal 30% daarvan kun je lenen. Dus kom je op 6.000 cashloan uit. Tegen een tarief van 8% per jaar moet je eigenlijk ook wel voor jezelf bepalen, als je zo'n lening aanneemt, dat je het vrij snel weer terug moet betalen. Want anders kost het echt heel rap heel veel geld. Ja, 8% is best wel fors hoor. Want volgens mij in Nederland is een commercieel tarief, denk ik, bij een bank. Stel, je zou geld nodig hebben, 6% denk ik. Ja. Wel. Maar ja, geld lenen kost geld. Ja, nou kijk, het is natuurlijk een beetje zo. In Amerika heb je natuurlijk ook nog die, hoe heet die dingen nou, joh? Dat als je salaris nog niet hebt gekregen, dat je van tevoren alvast wat kunt lenen. Oh ja. Hoe heet dat ook alweer? Nou, anyway. Dus dat je geld leent voordat je salaris krijgt. Dus jij hebt de 20ste geld nodig, je krijgt salaris op de 25ste. Dan ga je naar zo'n loan shark en dan betaal je tegen boekentarieven. Kun je alvast wat geld krijgen, zodat je huur kan betalen. Maar als je salaris krijgt, moet je natuurlijk weer meer dan wat je hebt geleend inleveren. Ja, dus dat is een visuele cirkel. Maar ik denk wel voor als je even snel geld nodig hebt, je staat gewoon normaal economisch ervoor. Dan kan het zo zijn dat je even een nieuwe keuken snel wil en je hebt Bitcoin en dan kan je ze onderpand bij Coinbase neerzetten. Voor mij is het niks. Ik zet mijn Bitcoin liever niet in als onderpand bij een bedrijf. Maar wie weet is er vraag naar. Ja, het klinkt echt een beetje als oude wijn en nieuwe zakken. Ik ga mijn vingers daar niet aan branden en weet je wel, blijf met je fikken af van mijn Bitcoin. Ja, je hebt natuurlijk het omgedraaide waar jij net mee begon. Van dat je dus bijvoorbeeld Tether ergens stort. Bij Binance geloof ik, krijg je dan x% rente op je Tether. En dat is dus wel echt dat je geld verdient. Even buitengelaten of dat je dat nou moet doen, ja of nee. Dan krijg je 10% rente op je Tethers. Ja. Zodat Binance meer liquiditeit heeft op platform, et cetera. Dus dat is eigenlijk de manier waarop je je geld nog een beetje voor je laat werken als je het toch al ergens stalt. Ja, doet Binance dat nog? Geen idee. Weet ik niet. Ik zal eens kijken. Lending platform. Want dat is toch. Ja, ze hebben dat in 2019 gelanceerd, dus ik denk het wel. Ja. Oké, nou ja, goed. Kijk, er gebeurt wel iets met die Tethers natuurlijk. En die Tethers zijn ook weer allemaal weer bijgedrukt. Als zij daar 10% voor verbieden, dat betekent dat ze ergens anders daarmee geld verdienen natuurlijk. Ja. Ja, wie zegt dat ze niet handelen met die Tethers? Maar goed, daar zijn we een beetje. Voor mij hoeven dit soort dingen niet. Maar dit is dus weer een dingetje waar Bitcoin gebruikt wordt als onderpand. Dus echt als financieel product of als product om een financieel product op te bouwen. Ja. In dit geval uit de stal van Coinbase. Ja, Bitcoin is een veelkoppig monster, mensen. En je kunt er echt van alles mee. Het is echt. Ja, als je je best doet, kan je van allerlei dingen bedenken. Daarover gesproken, dan gaan we even naar Brugje. Ja, goed, brugje moet je al niet benoemen, hè? Dat is een van de regels van presenteren. Oh ja, weet je toch? Mag dat niet? Oh, vind ik. Als je een bruggetje maakt en je vertelt het niet, dan is het een goed bruggetje. Maar laat je het blijken, dan is het een slecht bruggetje, heb ik altijd geleerd. Okay. Maar anyway. We snijden het niet eruit. We snijden het niet eruit. Nee, laten we het erin houden. Maar Fortnite, die is van de iOS Store van Apple gehaald. De ontwikkelaar Epic Games had een geschil met Apple over de microtransacties in dat spel. Dus zeg maar de transacties die worden gedaan op een Apple device binnen Fortnite. Apple vraagt daar 30% van die omzet, vragen zij als kosten voor hun platform, zeg maar. Ja, als jij op iOS wil zijn, moet je 30% van je inkomsten via de app inleveren. Ja, dan weet je waarom Apple het rijkste bedrijf ter wereld is. Ja, precies. Nou, Epic Games, die heeft zoiets van, daar ben ik het niet mee eens. Dat is gewoon puur centen kwestie natuurlijk. Die willen gewoon dat percentage omlaag. En want die hadden ook een in-game evenement georganiseerd. Dus je kon in het spel, kon je zeg maar een soort van aantijgingen tegen Apple bekijken. Mm-hmm. Dus een beetje gek is wel helemaal vooropgezet eigenlijk vanuit Epic. Maar het interessante vanuit Bitcoin perspectief is dat zij ook specifiek noemen dat de monopolistische trekjes van Apple
er aan mee zouden kunnen werken dat alternatieven zoals Bitcoin als betalingen gebruikt gaan worden binnen games. Dus het is eigenlijk, nieuwtje aan zich heeft niet zoveel met Bitcoin te maken, maar dat Epic Games de optie op tafel gooit van hey, misschien is Bitcoin wel een idee als we niet meer met Apple te maken willen hebben op het gebied van betalingen. Dan ben ik erbij om het er in ieder geval even over te hebben. Ja, nee, precies. En het is natuurlijk wel gewoon een... ik ben zelf geen gamer, dus ik geef dat eerlijk toe. Ik heb wel een paar games gedaan, weet je wel. Maar niet een paar uur per dag of een uur per dag continu. Nee, nou, kijk, je moet zo voorstellen. Er zijn echt de meest populaire games op dit moment zitten vol met microtransactions. Dus met kleine betalingen van een paar euro, een paar dollar. Voor bijvoorbeeld een nieuw kapsel of een hoger level. Het klinkt allemaal, als je niet gamet, vind je dat heel gek. Maar mensen hebben dat gewoon ervoor over. In plaats van een biertje, koop je een nieuw kapsel in Fortnite. ja, prima. Dus dat is echt een miljardenindustrie. Maar daar zitten natuurlijk allemaal betaalproviders tussen. PayPal, creditcards, whatever. Ja, banken. Dus banken. Dus aan het eind van de rit, als je het allemaal bekijkt, dan blijft er geld hangen bij partijen die eigenlijk dan niet meer nodig zijn. Mocht je het voor elkaar krijgen om Bitcoin transacties, dan zal dat via het Lightning Network moeten gaan, in je game te krijgen. Dan kun je razendsnel kleine transacties doen zonder tussenpersonen. Ja, geloof jij dat een vlucht gaat nemen? Lightning en games? Geen vlucht. Kijk, er zijn natuurlijk wel al tal van kleinere games. Onder andere dus Lightning, alternatief op Fortnite, waarin je de currency, dus Bitcoin, via het Lightning Network is. En dat werkt eigenlijk precies hetzelfde. Meer een proof of concept voor mij, hoor. Van, die brengen eigenlijk hetzelfde soort game uit, maar in plaats van dat je met dollars je skins kunt kopen of je uiterlijk of je levels, kun je dat met gewoon met Bitcoin doen, met good old sats. En ja, ik zie niet zo snel dat binnen nu een 5 jaar geaccepteerd wordt door een FIFA of een Fortnite. Maar als dit soort platformen constant de druk opvoeren en die prijs zo hoog houden, dan kan het zo zijn dat er een keer een partij is die denkt van nou, ik ga het anders doen. Ik weet niet of dat dan Bitcoin is. Want Epic heeft zelf al een keer een betaalsysteem buiten de App Store omgebouwd of zo, waardoor Apple er niks van kreeg. Dus ze hadden al een beetje ruzie daarover. Ja. Maar het is wel een use case die eigenlijk voor het oprapen ligt. Want stel je Epic, weet je wel, die moet dan die 30% afdragen aan Apple. Waarschijnlijk moeten ze aan Google ook wel dingen afdragen. Ja, maar ze moeten niks, hè? Ik bedoel, maar dan kunnen ze de game niet uitbrengen op een van de belangrijkste platformen. Nee, precies. Maar ik bedoel, het ligt niet in de verwachting dat ze zeggen oké, we pakken voor bepaalde games, doen een exclusives voor het Lightning Network. Dat zou natuurlijk wel, dat zou echt top zijn. Ja, maar dan ben je toch wel, we hadden het net over die 1000 miljard market cap. Dat moet dan eerst nog veel groter zijn, wil dat überhaupt interessant zijn voor een grote game. Want als je, stel dat je exclusief bitcoin betalingen doet, dan gaat bijna niemand meer doen. 1, bitcoiners zijn zuin op hun bitcoin. En 2, de gemiddelde gamer weet daar nog helemaal niks van. Nee. Op de lange termijn denk ik het wel. Want kijk, als je het achter de schermen kunt regelen, dan is het interessant, denk ik. Ja, via het Lightning Network. Of zoals bijvoorbeeld Samsung Mao, die heeft ook een eigen game ontwikkeld met weer een ander soort in-game token. Die hebben maar wel een via Liquid netwerk. Liquid toch, ja. Dat is een sidechain uit de stal van Blockstream. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is gewoon een token. Dus een token voor de game uitgebracht bovenop Liquid. Dus ze gebruiken gewoon het Liquid netwerk om te betalen met die token. Ja. En dat is weer een hele andere... Maar het is wel, stiekem is dat wel een stapje naar eventueel Bitcoin. Want je kan het eventueel die token, in theorie kan je die token koppelen aan een satkoers bijvoorbeeld. Ja. Dus in theorie, ik weet niet of ze dat gaan doen. Maar het is zeker mogelijk. Maar ik zie niet zo snel dat we volgend jaar of over vijf jaar pakjes in FIFA kopen met Bitcoin. Dat geloof ik niet. Nee, maar het is wel iets om naar te kijken. Zeker als je wat kleiner bent of je wil een beetje experimenteel zijn als game designer. Als jij de oplossing vindt om Bitcoin mainstream te maken binnen het betaalverkeer bij gaming, dan kan je wel wat pakken natuurlijk. Want dat betekent dat je geen andere betaalverwerkers nodig hebt. Precies, daar bespaar je op inderdaad. Dus dat scheelt een hoop. Dus maar in die zin, laten we wel wezen, ik denk dat de gemiddelde executive bij die grote gamebedrijven niet bezig zijn met Bitcoin.
Ja. Maar dat ze er even naar zouden moeten kijken, dat vind ik wel. Nou ja, het is, ja, het games lijkt mij een hele interessante, omdat je ook gewoon achter, je kunt ook met millisats werken, weet je wel. Ja, dat is het mooie bij Lightning. Kijk, je kan er dus, er zijn ook al games van, even de naam vergeten, een shooter, waarmee je dus tegen elkaar speelt. En als je iemand anders neerschiet, dan dropt hij een cube of een kubus met sats erin. Als jij die oppakt, dan zijn die sats van jou. Maar ga je dood, dan lever je sats natuurlijk weer in, want iemand anders pakt jou. Zakje met sats weer. En dat zijn van die, als je dat in de praktijk of bij een grote game kunt doen, dan kun je dus toernooien organiseren zonder dat er ook maar iemand verder wat mee te maken heeft. Ja, je krijgt echt een ja. Ik bedoel, maar daar is een eerste stap voor nodig dat jij, dan moet je in ieder geval één iemand in je groep hebben die een lightning node heeft of duidelijk weet hoe die een lightning wallet op moet zetten zodat het werkt, weet je wel. Dus er zijn allemaal nog flink wat stappen voor nodig. Maar ik denk wel dat dat tot de mogelijkheden behoort. In ieder geval technisch. Voor zover iemand ik dat moet in kan schatten als niet-coder. Ja, precies. Nou, iemand moet in het kanaal openen en iemand moet uiteindelijk dat kanaal sluiten, et cetera. Ja, maar je zou bijvoorbeeld dan kunnen denken aan dat die game een eigen node heeft. En die regelt het eigenlijk voor iedereen. Dus dan stuur jij je sats heen. En met de toepassingen van nu kun je al tekstjes meesturen met je betaling. Dus je zou in theorie zou je dus kunnen vertellen wie je bent in de game. Ja. Zodat de game weet dat jij 5 euro of laten we zeggen 10.000 sats hebt gestort. En daarmee aan de slag. Er zijn opties mogelijk. Of het ooit zover gaat komen, weet ik niet. Nou, maar het is in ieder geval leuk om over na te denken. Stel je bent een bouwer van een Lightning wallet, dan is het op zich toch wel leuk als je daar ook, als jij bijvoorbeeld met je wallet ook weer games aan kan trekken. Ja, nou, zeker kijken op mobile games bijvoorbeeld. Maar ja, het blijft erbij. Dan moeten eerst veel meer Bitcoin moeten eerst veel meer mensen sats hebben op hun telefoontje. Ja, ja. Dus een beetje misschien een kip en het ei verhaal, weet je wel. Je moet echt eerst wachten voordat de Bitcoin kip er is in het land van gaming. Nee, precies, precies. Ja, iedereen kent het natuurlijk. Ik zie het ook wel soms bij mijn kinderen inderdaad. Die spelen ook wel eens een spelletje en dan. Al die slotjes moet je natuurlijk weer ontsleutelen. Ja, wat wel zo is, dat roept Boris van de Bitcoin Show ook wel vrij vaak. Van dat als je gegamed hebt, dan begrijp je wel beter dat digitale schaarste, dat belangrijk is. Als jij in World of Warcraft zeg maar een zeldzaam zwaard hebt die je heel moeilijk kunt krijgen, dat betekent dat je daarvoor gepresteerd hebt. Ook al is het digitaal, staat er maar ergens in de database. Dat is wat waard. En dan is de stap naar Bitcoin is dan wat makkelijker, omdat je begrijpt dat bepaalde dingen digitaal ook waarde kunnen vertegenwoordigen. Ja, precies. Dat is ook nog een leuke koppeling met Bitcoin. Ik weet niet of het bij mij daardoor komt dat ik Bitcoin interessant vind, maar het heeft in ieder geval meegeholpen, denk ik. Ja, schaarste. Maximaal 21 miljoen stuks, mensen. Yes. En we zitten al bijna richting de 19 miljoen. Nog 2 miljoen te gaan. En dan is het op. Dan zijn de Bitcoins op. Ik vond het weer gezellig. Yes. Ga vooral genoeg, naar. Genoeg gespeculeerd. Ja, misschien wel een beetje, ja. Maar goed, we merken ook op de site. Het wordt gewoon qua interesse gaat het weer omhoog. En dat heeft vaak te maken met prijs. En dus daar ontkom je soms ook niet helemaal aan. Nou ja. Maar we zien genoeg dingen in de markt inderdaad gebeuren. Ga vooral naar bitcoinmagazine.nl voor het laatste nieuws. Yes, en volg ons op alle socials. Bitcoinmagazine.nl vind je dat ook allemaal. Kom eens langs op Telegram. En vergeet vooral niet even de podcast te volgen of te liken als je op YouTube zit. En thanks voor het luisteren. Later. Yes. Doei.